Welkom bij Milieu TV. We beginnen bij Westzeedijk. Die wordt tegenwoordig gewassen. Nou, ik ga in gesprek met Henk Brouwer van aannemersbedrijf Van Gelder. Kunt u vertellen wat hier vanochtend is gepresenteerd? Ja, we hebben vanmorgen de opening gehad van de zogenaamde Wassende Weg. De eerste weg in ieder geval in Nederland en ik verwacht ook in Europa, waar fijnstof wordt afgevangen door water, door een asfaltconstructie te brengen en daarmee het fijnstof van de weg af te wassen. Is dat werkelijk zo makkelijk? Zoals ik het uitleg is het vrij makkelijk. Er zit wel een ingenieus leidingssysteem en een speciale asfaltconstructie hebben we ervoor aangebracht. Waarbij we water afkomstig van daken in een ondergrondse waterbuffer brengen. Dat brengen we in dit geval dan naar de hoge kant van de verharding. Daar ziet u een hele lange langschoot die we volzetten met water. En dat stroomt dan onder natuurlijk verloop door de zoop heen naar de lage kant. Waar het in een andere grote constructie wordt afgevangen. Inclusief het fijn stof. En wordt gebracht naar het riool. Dus alle uitlaatgassen verdwijnen op een of andere manier in het rooster, in het water en dat helpt. Het zijn met name de roetdeeltjes. Het fijnstof wat normaal opdwarrelt op een verharding. Daarom spreken we over fijnstof. Dat opdwarrelen wordt nu voorkomen doordat het enerzijds al in de open structuur van het asfalt verdwijnt. En anderzijds, op het moment dat we het water door de verharding laten stromen, wordt ook het stof wat nog op de verharding zit meegenomen en afgevoerd. Nou kost een project wel een lieve duit. Helpt dit nou werkelijk? Ja, we denken dat het echt helpt. We hebben daar ook laboratoriumproeven mee gedaan. U ziet ook op het wegvak allerlei ingenieuze luchtkwaliteitsmetingen hangen. Zowel op het vak van het proefvak als ook het referentievak hier 125 meter voor. En daarnaast meten we ook nog op een andere locatie de achtergrondconcentratie. De verschil in de metingen zal het succes van de wassende weg gaan bepalen. Kunt u zeggen hoeveel dat scheelt? Dat is nog lastig. We hebben de doelstelling gezet op 10% reductie van het fijnstof. Dat achten wij haalbaar. Kunnen we invloed uitoefenen aan klimaatverandering door het voedsel dat we kopen? Voor de poppenkast, daar is het chips. Hij pakt zijn poppen uit de koffer, daar is Peter bang. Ze pakt de poppen uit de koffer en we zijn met z'n allen naar de poppenkast geweest. Het werd een reuze gezellig feest. En dat is een vogel en dat is een vis. En dat is een kabouter die gelukkig is in de maneschijn. Yo, in de maneschijn. Yo, yo, yo. Yo. We staan hier met Nicole Hoven, organisator van het Rotterdams Oogstfestival. Zou u in het kort kunnen uitleggen wat het Rotterdams Oogstfestival inhoudt? Ja, het Rotterdams Oogstfestival is een festival waarbij boeren en buren uit de stad Rotterdam en uit de regio Rotterdam het lekkerste wat ze te bieden hebben op deze markt aanbieden. En het gaat eigenlijk over lokaal of regionaal geproduceerd en bereid voedsel. Waarom vindt u het zo belangrijk dat Rotterdammers te maken krijgen met lokaal voedsel? Er zijn heel veel verschillende motieven waarom het belangrijk is. Maar waar ze allemaal op neerkomen is dat het eigenlijk erom gaat dat wat je van dichtbij haalt zo lekker is. En het is ook zo lekker omdat het minder milieubelastend is. Het is zo lekker omdat je daarmee ook weet wie het gemaakt heeft. Het is veel makkelijker om de mensen of de maker achter het product te leren kennen. Dus je kunt op een veel natuurlijkere manier weer verbinding krijgen met het eten, waar je eten vandaan komt. Is dit voedsel normaal gesproken ook in de winkel verkrijgbaar?
Nee, een van de doelstellingen is nou juist dat we proberen om zoveel mogelijk mensen ook de vraag te gaan laten stellen naar lokaal geteeld voedsel. En als die vraag alsmaar groter wordt, dan heb je ook meer kans dat bijvoorbeeld de supermarkt ook meer aanbod van lokaal voedsel gaat krijgen. Dat is nu nog niet het geval. Heel af en toe. En dat is nou juist ook een van de redenen waarom we hier op dit plein er nu mee begonnen zijn. Hallo meneer, heeft u iets met biologisch of lokaal voedsel? Nou, ik denk dat het heel goed is. En dat we wel een beetje toe zijn aan betere kwaliteit van voedsel. Dus dat heb ik ermee. Alleen biologisch is goed, maar het is een beetje kostbaar. Zou u misschien een manier weten waarop het wel lucratief kan worden of wel dat het voedsel goedkoper wordt? Ik weet niet of het nodig is om het voedsel goedkoper te krijgen. Ik denk dat de mensen eraan moeten wennen dat ze voor beter voedsel wat meer moeten betalen. Ik sta hier met Karen Beblaar van de deelgemeente Delfshaven. Waarom ben je hier gekomen? Omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in wat er allemaal in de kraampjes staat vandaag. Maar B, omdat het voor de deelgemeente, het Heemraadsplein, we staan nu in de deelgemeente Delfshaven, denk ik een heel mooie aanvulling is, een heel mooi festival. Wij hebben een heel dichtbevolkt gebied. Dit hele festival en het idee erachter is landbouw ook in de stad brengen, groen in de stad brengen. Kijken of je van dichtbij ook producten kan halen. En dat spreekt me heel erg aan vanuit de deelgemeente gezien, waar we eigenlijk weinig groen hebben. Dus kan je daar wat mee? Waarom vindt u lokaal voedsel zo belangrijk? Nou, allereerst omdat lokaal voedsel natuurlijk qua milieubelasting, het hoeft niet van heel ver te komen, je haalt het van dichtbij. Dat vind ik belangrijk. Maar ook omdat het een uitdaging is als je kleinschaliger voedsel verbouwt, dat je nog eens soorten kan laten groeien die je eigenlijk in de supermarkt helemaal niet meer vindt. En daar zitten ook gewoon soorten bij die mensen soms nog van vroeger kennen. Of soorten die al die verschillende inwoners van Delfshaven ook kennen. Of dingen die daarop lijken uit hun herkomstland. Waar je dus ook op die manier weer met eten om kan gaan. Dat je zegt van, hé, dit lijkt heel erg op wat wij vroeger in Suriname hadden. En hier ga ik ook mijn eten van maken zoals we dat ook deden. Er worden hier ergens in het Westland dolma's gemaakt. Griekse of Turkse dolma's met wijnbladeren van druiven hier uit het Westland. Nou, dat vind ik echt een hartstikke leuke ontwikkeling. Dat brengt eigenlijk alles samen. Als u nou normaal gesproken zelf in de supermarkt staat, let u dan op of u lokaal voedsel eet? Ja, ik let eigenlijk wel op als ik bijvoorbeeld bij de appel sta. En ik wil eigenlijk dan bijvoorbeeld Elstar appels of zo. Die vind ik zelf wel een van de lekkerste appels. En dan kijk ik wel eens waar ze vandaan komen. Dus als ze bijvoorbeeld uit Frankrijk komen en een andere appel die komt uit Nederland, dan koop ik eigenlijk bijna altijd wel die appels uit Nederland. Dus als ik kan kiezen, dan let ik er wel heel erg op. Ik vind zelf voor mezelf wel ook belangrijk vaak dat ik producten eet die bijvoorbeeld biologisch zijn. Of eten ook waar nog een verhaal aan vast zit soms. Ja, een beetje nog op een oude manier geproduceerd worden. Dus als ik daaruit kan kiezen, dan doe ik dat vaak wel. Nou, en appels uit de streek met een verhaal, met mensen die dat nog met liefde maken. Ja, ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. En ik denk dat er veel meer mensen zijn die dat belangrijk vinden. Nou zat hier net een meneer en die zei dat soort voedsel duurder is. Merkt u dat nou ook? Voor een deel denk ik dat het zo is. Voor een deel denk ik ook dat het te maken heeft met, koop je bijvoorbeeld producten die in het seizoen zijn, of wil je per se midden in de winter aardbeien eten, bij wijze van spreken. Ja, dan zijn ze heel erg duur. Dat is wel echt waar, inderdaad. Ja. Gaat u in de deelgemeente nog iets doen aan lokaal voedsel? Het promoten? Voor een deelgemeente is dat op zich best lastig, omdat je hebt niet zo heel veel mogelijkheden om echt, bij wijze van spreken, in de deelgemeente een boerderij op te zetten. Maar wij doen nu al, daar waar braakliggend land is, waar nog gebouwd moet gaan worden, hebben we op een aantal plekken al bijvoorbeeld een tijdelijke inrichting met een parkje of een tuin. Dus op die manier proberen we er wel wat aan te doen. Oké, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Eetbaar Rotterdam, ik sta hier te praten met Caroline de Vlaam. Mevrouw, waar staat Eetbaar Rotterdam voor? Eetbaar Rotterdam is een expertisegroep van mensen die zich hard maken voor stadslandbouw. En met stadslandbouw wordt bedoeld allerlei kleinere en grotere initiatieven om groenten en fruit te kweken in de stad. En dat kan zowel hobbyistisch zijn, hè? We hebben natuurlijk al de nutstuinen, de volkstuinen.
Maar onze bedoeling is juist ook dat het uitgenut wordt. Dus dat er ook echt banen mee gemaakt worden. We hebben laatst een symposium gehad en wat voorbeelden uit de Verenigde Staten met name. Waarbij je dan ziet dat mensen echt bijvoorbeeld in achtertuintjes van mensen die ze een paar jaar ter beschikking krijgen. Gewoon echt het hele pakket groente bijna wat er dan op zo'n plek kan groeien in de open lucht gaan telen. En zo intensief mogelijk zodat er echt ook echt aan winkels geleverd kan worden of aan marktkramen. En er is een website, eetbaarrotterdam.nl dus. En hier laten we dus zien een beetje met posters van wat er allemaal zou kunnen. En dan gaan we nu naar de Ecomobielbeurs. Is elektrisch vervoer de toekomst? Ik ga in gesprek met Gerben Bierbooms, de initiatiefnemer van Ecomobiel. Kun je vertellen waarom dit gestart is? Twee redenen eigenlijk. Enerzijds door de ontwikkelingen die wij zagen als ondernemers in de markt. Dus die op het gebied van duurzame mobiliteit heel erg vooruit ging. Anderzijds persoonlijk interesse in mobiliteit. Dus gewoon kennis van de markt. En die twee combinaties eigenlijk die hebben geleid tot de organisatie van Ecomobiel. Dus we zien hier vierwielers en tweewielers. En allemaal draaien ze niet op brandstof. Dat hangt er vanaf wat je onder brandstof verstaat. Het zal je vast op zijn gevallen dat we heel veel elektrisch hebben. Dat komt gewoon door de ontwikkeling in de markt. Daarnaast hebben we ook alternatieve brandstoffen. Dus we hebben een brandstofplatform. We hebben aardgas, we hebben alternatieve biogassen. We hebben naast zeg maar, voertuigen hebben we ook adviesbureaus. We hebben gemeentes die laten zien wat ze doen op het gebied van duurzame mobiliteit. Dus het gaat zeker veel verder dan alleen voertuigen. Waarom is het nu nodig? Het is nu nodig omdat de problematiek actueel is nu. Dat zie je ook. We hebben een congres gehad. En het is nu nodig om te gaan innoveren en om nieuwe producten op de markt te brengen. En dat is ook nog eens aangesterkt eigenlijk door de crisis die een jaar geleden zeg maar, begonnen is. Is eigenlijk bij iedereen ook wel het besef gekomen van we moeten iets gaan veranderen. En zeker ook op het gebied van milieu. En het biedt ook naast zeg maar, schone milieu, biedt het ook kansen voor de markt en nieuwe ondernemingen. En dat is gewoon ook voor de economie goed. Want hoe heeft de financiële crisis nadeel op het milieu? Het heeft bij heel veel bedrijven de ogen geopend vooral. En het zorgt voor stimuleren, innoveren, nieuwe ondernemingen. Daar hebben wij eigenlijk als organisatie ook best wel last van gehad. Omdat er natuurlijk heel weinig budget is om aan zo'n evenement mee te doen. Uiteindelijk hebben we door het onderwerp toch dit evenement kunnen neerzetten. Omdat het zo actueel werd. En heel veel bedrijven, overheden opnieuw gingen nadenken van hoe moeten we ons profileren in de markt. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel nieuwe producten zijn gekomen. Er zijn een aantal nieuwe producten geweest, zoals biobrandstof. Heeft biobrandstof bijvoorbeeld ook een nadeel? Er is heel veel discussie geweest over alternatieve brandstoffen. De eerste generatie had zeker nadelen. Wereldvoedselproductie, waar het een negatieve invloed op had. Maar tegenwoordig zie je ook dat er ook biobrandstoffen vanuit algen gemaakt kunnen worden. Dus er zijn nieuwe vliegtuigen die vliegen op een nieuwe vorm van kerosine, gemaakt van algen. Ik weet niet zozeer of het nieuwe vliegtuigen zijn. Ongetwijfeld zal de techniek veranderd zijn. Maar het is een soort mix van kerosine en alternatieve brandstoffen. Die gewoon leidt tot reductie van CO2. Ik ga in gesprek met Pieter Dekker van Trike Europa. Kunt u vertellen waar u net op reed? Ja, dit is een Trike. Een product wat zichzelf kan voortbewegen door gewichtsverplaatsing van de berijder.
het apparaat kan kantelen en daarmee kan je heel schuin door de bocht. En maakt het ook mogelijk inderdaad om door gewichtsverplaatsing je zeg maar, vooruit te slingeren tot nou ja, een snelheid van 15, 20 km per uur. Is het apparaat nou een elektromotor? Ja, hij heeft een elektromotor en er zit een motortje in het voorwiel, een batterij. Je kan 30, 35 kilometer op één batterij. Als je wat, nog een beetje je best doet en je geeft wat meer eigen kracht, kom je nog verder. Ja, het is eigenlijk een soort hybride systeem. De elektromotor stuurt je vooruit. Maar als je dan extra kracht geeft door je gewicht te verplaatsen in de bochten, daarmee voer je alleen de snelheid nog maar verder op. Zo werkt het. En is dat nou praktisch? Want stel, iemand rijdt op een fietspad en zwenkt van links naar rechts? Ja. Nou ja, het is nog wel eens een beetje verwarrend voor andere weggebruikers. Het feit is dat je eigenlijk maar een strook van 1,20 meter breed nodig hebt en je komt gewoon vooruit. Ook zonder elektrische ondersteuning. Dus dat is eigenlijk, twee fietsen zijn meer. Met de elektrische ondersteuning kan je ook rechtuit. Dus je kan je gedrag helemaal aanpassen aan de situatie waarin je zit. Kijk nu naar de reacties voor de milieufilm Age of Stupid. Throughout our history, the deal was we left the world in a better place than we found it. That was progress. The wheel, the rule of law, penicillin. U bent naar de film geweest. Wat vond u ervan? Al met al minder schokkend als wat men heeft aangegeven wat het zou zijn. Heeft u de film Inconvenient Truth ook gezien, toevallig? Vindt u dat deze film, The Age of Stupid, daar nog wat aan toevoegt? Ze komen met wat meer, ondanks dat ze in scène is gezet, wat real-time beelden van hoe dagelijks leven een beetje in elkaar steekt. Maar ja, er zit ook weer een sausje extra aandikken aan. Jullie zijn net naar de Age of Stupid geweest. Wat vonden jullie ervan? Indrukwekkend, ja. Ja. Nou, het zet je tot nadenken. Weet je, het ontkomt er niet aan dat je erover na moet denken. Weet je, je weet het en als je dat nog een keer aan je voorbij ziet komen, dan ben je bewust dat het wel een serieuze problematiek is. En dat weet je wel, maar je wordt daar extra op geattendeerd. Heeft de film u dusdanig beïnvloed dat u uw leven gaat veranderen? Ja, daar waren we net even over aan het napraten. En dat gaat natuurlijk op hele kleine schaal. Van energie terugdringen en minder met de auto. Initially, each country would be allocated an emissions quota according to how much they currently consume. But this would change over time. America would slash its emissions 90% from its current overconsuming position. Europe too would decrease massively, as would China. But India and Africa would increase until, by about 2025, each human being on the planet would have equal rights to the Earth's resources. Equity is the only option morally, and also practically, as developing countries won't sign up to anything less. The total emissions would then keep decreasing every year, until by 2065 we'll have weaned ourselves off fossil fuels and prevented the worst impacts of climate change. De kleine dingen gaan het verschil maken bij jullie. Nou ja, in ieder geval in eerste instantie is dat altijd hetgene waar je mee moet beginnen, want anders bereik je niks, denk ik. En het blijft heel zinvol om na te denken, ook in groter verband, wat je eraan kan doen. Alleen de oplossingen zijn niet zo heel erg eenvoudig, dus daar heb je ook niet zomaar een pasklare antwoord op. Maar je voelt je wel medeplichtig als je naar zo'n film zit te kijken. Je voelt je absoluut wel betrokken bij het probleem. Ja. Ja. Zou u andere mensen aanraden de film te bekijken? Jazeker, ja. Ja, ik denk dat het heel goed is als meer mensen deze film zien. Want ja, een beeld doet wel meer dan wanneer je er een stukje over leest in de krant of via iets over hoort. Als je dit ziet, dan ben je wel onder de indruk.
and it is global warming. For the first time, scientists confirm the link between climate change and our awful weather. Emergency services scramble to Bedford Swan. As the floodwaters finally worked their way along the Great Ouse, other parts of Bedfordshire didn't escape either. We've lived up here for over 40 years, and we've never, ever had anything like this. Ja, wat ik van de film vond, ik liet het op me afkomen. En het eerste wat me opkwam is gewoon de bewustwording. Want je bent er niet echt bewust van. En naarmate ik de film vorderde, was ik meer bewust. Ik dacht, nou, het kan wel zinvol. Maar de eerste indruk wat ik ervan had, was van, nou, dat valt allemaal mee. Maar nu ik die film heb gezien, dacht ik van, nou, ik ga er toch over nadenken. En hoe gaat dat uw verdere leven beïnvloeden? Nou, het zal niet dat ik nu gelijk start ermee, maar... Ik denk dat ik er in ieder geval mijn omgeving daar bewuster van kan maken. Dat is één. En ten tweede is dat ik toch aan het milieu ga denken. Wat het effect zou kunnen hebben over een aantal decennia's. Dus dat zou kunnen zijn met meer openbaar vervoer. Of daar zou je aan moeten denken, denk ik. Ik gebruik de auto heel veel. Dus dat zou een stad kunnen zijn. Hoe denkt u uw omgeving te gaan beïnvloeden? Door hun eigenlijk de film wat ik gezien heb in de film. Om dat aan hun te vertellen. Dat zou ik kunnen vertellen. Wat het effect heeft. En vooral ik dacht, voor mijn gevoel was het meer een soort propaganda. Maar nu ik dat gezien heb, denk ik van nou, het is toch... ik denk dat het toch anders is. Dat er toch iets anders achter schuilt. En dat zou ik dan de mensen aan mijn omgeving duidelijk willen maken. Kunt u nog één keer duidelijk zeggen wat er dan achter schuilt? Nou, ik denk van het kapitalisme. Ik denk het kapitalisme. Gewoon het geld. Individualisme speelt ook natuurlijk een rol, verrijken van jezelf. En dat denk ik dat er achter zit. Dat 1% die eigenlijk het merendeel van het geld van de wereld heeft en die alleen maar rijker worden. En de rest van de percentage die wordt alleen maar armer. In één zin, wat zou u aan de Rotterdammer willen meegeven? wat ik aan de Rotterdammer zou meegeven? In ieder geval, ik denk van toch bewuster van dat we iets willen achterlaten voor onze kinderen. Dus eigenlijk de toekomst voor onze kinderen. Dat die dan toch in een schone omgeving gaan leven. En niet dat alles vies is en dat we straks met kapjes moeten rondlopen of et cetera. 80,000 fatalities in Burma today after cyclone Nergis. Drought emergency across Western Europe with drinking water strictly rationed in Holland, France. Forest fires which are still sweeping across Spain. £30 billion, price worth paying for motorists' right to drive, said Lord Clarkson. Good news for the UK wine industry, especially... The latest is that New Orleans will not be rebuilt a third time, said the Louisiana government. Less than the total destruction of India's dams would end Pakistan's drinking water crisis. As US President Chelsea Clinton refuses up. Mag ik jou wat vragen? Dat mag. Je hebt de film gezien, maar wat vond je ervan? Ik vind dat ze een heel erg negatief beeld schetsen van de wereld. Het gaat niet goed met de wereld en we moeten veranderen. En daar ben ik het helemaal mee eens, we moeten veranderen. Maar ik vind dat als we een volgende film maken, dat we dan ook moeten vertellen wat we moeten doen. Niet alleen zeggen van het gaat niet goed... En oh, alsjeblieft doe wat, maar ook wat we moeten doen. Heb je suggesties zelf? Wat u zelf al zei, minder auto rijden. Ik ben afgelopen week op het Oogstfestival, Rotterdams Oogstfestival geweest. Daar ging het over lokaal voedsel kopen. Dus voedsel wat niet 8000 kilometer ver komt. En verder ben je zelf al bewuster? Ben je zelf met je dagelijkse leven daarmee bezig? Nou ja, ik werk momenteel voor Milieu TV. Ik ben vrijwilliger bij het Rotterdamse Milieucentrum. Verder heb ik milieukunde gestudeerd. En ik ben van plan om in de toekomst mij te richten op natuur- en milieu-educatie voor kinderen. Om daarmee de nieuwe jonge generatie ook bewust te maken van wat er aan de hand is en hoe zij hun leven zo kunnen inrichten dat we de klimaatverandering kunnen tegengaan, dat we in harmonie kunnen leven met de natuur. De gemeente Rotterdam heeft in hun bomenstructuurvisie vastgelegd waar de bomen in Rotterdam staan en hoe zij verzorgd moeten worden. GroenLinks vindt het echter nog niet genoeg en daarom hebben zij het 100.000 bomenplan opgesteld. En daarover praten wij vandaag met Arno Bonte.
Kunt u uitleggen wat het 100.000 bomenplan precies inhoudt? Nou, we hebben een plan gemaakt met heel veel voorstellen, het 100.000 bomenplan. We willen eigenlijk drie belangrijke zaken voor elkaar krijgen in Rotterdam. Ten eerste dat er veel meer bomen komen in de stad. Want er zijn heel veel gedeeltes van Rotterdam die ontzettend versteend en kaal zijn. Ten tweede willen we zorgen dat de bomen die geplant worden, dat die ook lang meegaan. Dus dat betekent dat als je ze aanplant, dat je bijvoorbeeld bomenzand moet gebruiken, zodat die grond niet te veel inklinkt. Dat ze lucht en water kunnen krijgen. En ten derde willen we dat de Rotterdammers veel meer betrokken worden bij het plaatsen van die bomen. Dus dat ze daar ook keuzes in kunnen maken. Er zijn mensen die graag een fruitboom voor hun deur willen hebben. Of in kinderrijke wijken zou je een paar klimbomen kunnen plaatsen. Nou, zulke soort voorstellen hebben we gedaan. En we hopen dat die ook snel uitgevoerd gaan worden. Er is een plan om in Rotterdam meer bomen te plaatsen. Wat vind je daarvan? Dat mag wel hoor. Zal er wel leuk zijn. Waarom zou dat leuk zijn? Natuur en het is goed voor ademhalen. En ja, ik denk dat het dan vrolijker wordt. We hebben net gesproken met Arno Bonte over het 100.000 bomenplan. Wat vinden jullie van het parkoverleg van dit initiatief? Oké, ja, ik spreek dan dus namens de vertegenwoordigers die bij het overleg vertegenwoordigd zijn. Het 100.000 bomenplan is een plan wat geïnitieerd is door GroenLinks. Wat ik zeer kan waarderen, omdat een politieke partij zich zo inzet om de stad groener te maken. U zei dat bewoners kunnen zeggen of mee kunnen denken in waar de bomen komen. Hoe werkt dit precies? Nou, we hebben parallel aan dit plan hebben we een ander initiatief geïntroduceerd. En dat is de website wensbomen.nl. En daar kunnen Rotterdammers kunnen daar op de kaart van Rotterdam, kunnen ze met één muisklik kunnen ze aangeven waar ze een boom zouden willen planten. En dan kunnen ze een keuze maken, ook uit verschillende type bomen. Dus ze kunnen kiezen voor een naaldboom of voor een loofboom of voor een klimboom of een fruitboom. Ze kunnen dan ofwel een adres invoeren ofwel met een klik op de kaart van Rotterdam kunnen ze aangeven daar moet één of meer bomen bij komen. Het lijkt me een goed initiatief, hè? Er is al genoeg klerenzooi in de Randstad met slechte luchtkwaliteit en dat soort zaken. Dat is alleen maar een goed initiatief. Wat zijn precies de voordelen voor het milieu van het planten van meerdere bomen in de stad? Nou, in zijn algemeenheid is het natuurlijk zo dat bomen die zetten CO2 om in zuurstof. Dus wereldwijd is het gewoon goed dat er heel veel bomen zijn. Dan gaan we ook de klimaatverandering tegen. En hier in Rotterdam heeft het ook nog een aantal hele positieve effecten. Eén daarvan is dat het fijnstof ook wordt afgevangen. Dus al het fijnstof en de stikstofdioxide die in de lucht komt door het verkeer. Voor een gedeelte wordt dat gezuiverd door de bladeren van bomen. Dus dat betekent als je bijvoorbeeld heel veel bomen langs een snelweg zet, dat er wel 20-30% van de vieze lucht afgevangen kan worden. Nou, dat zijn een van de voordelen die er geboekt worden. Wat ook een groot voordeel is, is dat bomen water langer vasthouden. Dus dat betekent, met de klimaatverandering komen er steeds meer grote regenbuien. De stad maakt nu plannen om ondergrondse waterbergingen aan te leggen. Nou, dat is hartstikke duur, is ook zonde. Wij stellen voor, als je nou heel de stad gewoon vol met groene bomen plant, is het één goedkoper en het ziet er nog mooier uit ook. Meer bomen, meer zuurstof en dat is altijd goed. Dus ik zou zeggen, gewoon voorzetten en wel doen. En niet alleen maar zeggen, maar ook doen. Wat zijn precies de volgende stappen die u gaat ondernemen in het uitvoeren van uw plan? Nou, we hebben dit plan nu voorgesteld. In eerste instantie hebben we het nu besproken in de raadscommissie die hierover gaat. Eigenlijk waren bijna alle politieke partijen, behalve Leefbaar Rotterdam en de VVD, maar die waren ontzettend enthousiast over dit plan. En wat we nu hebben afgesproken is de wethouder de opdracht meegegeven om de voorstellen die wij doen in dit plan in het collegebeleid te vertalen. Dus in het bomenstructuurplan wat wordt opgesteld. Nou, dat komt over een paar maanden, wordt dat voorgesteld aan de raad. Dus ik ben heel nieuwsgierig welke voorstellen er zijn overgenomen. Als er een aantal voorstellen ontbreken, dan kunnen we altijd nog een motie indienen om daar nog meer voorstellen in te krijgen. Maar gezien de grote steun in de commissie, ook van andere partijen, denk ik dat heel veel van deze voorstellen heel snel uitgevoerd gaan worden. Kijk, bomen dat is een levensvoorwaarde voor de mensenstad. Hè? Omdat je namelijk bomen zuiveren de lucht, halen erg veel vuil uit de lucht. Dus vandaar dat ze
moet het zo zijn, iedere boom die je weghaalt moet je een ander in de plaats zetten. Dat was het voor deze week. Kijk ook op de www.sineac.tv. Dag!